In deze video hebben wij het over de Walt Disney Studios. Wow, dat is heel hard. Eén hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Nog één keer. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night. De pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Zo, dat was een hele bevalling, of niet? Ja, dit ging even een paar keer fout. Ja, vandaag gaan we het hebben over de Walt Disney Studios. Wij zijn daar geweest. Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is eigenlijk het tweede park bij Disneyland Parijs. Dus ja. Je hebt Disneyland Park en Studios. Wat goed uitgelegd. In één keer, toch? Ja. En we begonnen de dag daar eigenlijk zoals wij die daar altijd beginnen. Ja, het is vaste prik, hè? Routine. Er staat in dat park namelijk één attractie. En daar staat de hele dag lang... Minimaal een uur wachten. Meestal langer. En als jij die attractie dus zonder al te lang wachten wil doen, is er een manier voor. En dat is eigenlijk gewoon keihard rennen zodra het park open gaat. Dus je moet echt al vroeg voor die poort staan. Ja. En zodra je dan er doorheen bent, moet je echt sprinten. Maar je moet ook echt als een debiel eigenlijk gewoon door die mensenmassa heen sprinten. Ja. En naar die ingang rennen. Ik had helemaal... mijn sportschoenen aangetrokken die dag in plaats van mijn Dr. Martens. En ik had zo'n lange slaapzakkenjas aan. Die had ik helemaal open geritst van de onderkant. Want ik dacht, oh, straks val ik met dat rennen. En dan ga ik zeg maar zo'n worm zo in die jas. Ja, dus ik came prepared. Ja. We hadden het goed voorbereid. Want we hebben helemaal niet gezegd over welke attractie dit gaat eigenlijk. Nee. Het is Crush's Coaster. Crush. Vroeg ochtend heel hard rennen naar Crush's Coaster. Kan Bode stem eroverheen als ik dat doe? Ja, ik doe maar nog een keer. Maar. Vroeg ochtend heel hard rennen naar Crush's Coaster. Wauw, kan je mooi zingen. Dank je. En Crush's Coaster is eigenlijk een spinning coaster met het thema Finding Nemo. Je zit eigenlijk op een schelpie van Crush. En dan ga je zo over de OAG, maat. Er zitten een soort van scènes in wel. Ja, maar voor de rest is het eigenlijk een soort achtbaan in het donker. Fun fact, dit ding heet Crush's Coaster. Toen het net opende, ik had niet door dat het achtbaan was. De promofilmpjes leken het allemaal heel tam. Maar waar hebben ze die promofilmpjes gemaakt dan? Want het in is die scènes. Ik zweer het. Kunnen ze daar een heel promofilmpje van maken? Want mijn zusje was ook mee. En we hadden dus niet door dat het een achtbaan was. Zelfs niet toen we erin gingen zitten. En mijn zusje een beetje bang voor achtbanen. Jij gaat in een spinning coaster zitten en je denkt, nou, dit is geen achtbaan. Ik wist het niet. Als dit jou ook is overkomen, laat het even weten in de reactie. Ja, het is echt zo. Dat je gewoon in een achtbaan gaat zitten en dat je het niet door hebt. Dat lijkt me echt de hel. Zeker als je bang bent. Ja, nou. Ze kwamen ook niet heel blij uit. Dus we zijn keihard gerend. Toen we aankwamen, toen was de rij nog dicht. Dus we moesten heel even wachten. Maar uiteindelijk toen we 20 minuten in het park waren, stonden we zo weer buiten. Dus dat is mega snel. Ja, dat is echt een meevaller. En dan heb je dus nog je extra magic time best wel veel over. Precies. Moeten we uitleggen wat extra magic time is? Als je in een hotel slaapt, mag je uur eerder naar binnen. Wajo. Dat is ik het. Ik merk nu pas dat jij Disney feitjes echt goed paraat hebt. Nou, dit is toch makkelijk? Nee, maar jij kan dat instant best wel goed. Bedankt. Wij dachten, dit wordt een topdag. Wij hebben een goede start. Een soort vliegende start. Dit kan alleen maar goed gaan lopen vandaag. Precies. Dus wij dachten, we kijken even in die app waar de lange rij stond. En we zagen, de rijen waren eigenlijk bij Crush en bij de Tower. Dus we dachten, die Tower die incasseren we gewoon later. We gaan nu gewoon even naar Avengers Campus. Want voor Spider-Man Webslingers stond 5 minuten. We zijn allebei niet zo fan van die attractie. Maar we wilden het wel even gedaan hebben weer. Ja, en wij lopen eigenlijk die rij in. En het duurde aanvankelijk allemaal wat langer dan hoe ik 5 minuten inschat. Ja. Tijdelijk storing. Prima, weet je. Kan gebeuren. Wij dachten, wij wachten wel even. Ja. Lossen ze op. Nou, dat gebeurde ook. Best wel snel. Ik denk dat we daar 5 minuten stil stonden en toen konden we wel weer door. Kan ik mee leven. Vervolgens staan wij in die voorshow. Ja. Midden in de voorshow gaat er door de voorshow heen iemand door een soort intercom toeteren. Dat er weer een storing is. Gewoon door die show heen, hè? Ja, dat was echt sick. Dat geluid van die show ging gewoon omlaag en er werd gewoon dat bandje werd omgeroepen. Tom Holland, die brabbelde door in het Frans. Nou, verstonden we toch al niet. Dus het maakte eigenlijk ook niet uit. En toen moesten we wel allemaal die ruimte uit van die voorshow. Ja, dus het leek even alsof het dan wel weer goed ging of zo. En toen stonden we daar echt lang stil. En toen uiteindelijk werden we met de glimlach naar buiten gebonjourd. We kregen dus wel zo'n kaartje dat we via de Premier Access rij naar binnen konden gaan, als die gemaakt zou zijn. Ja, dus we konden nog een keer terugkomen. Maar dan nog heb je wel 40 minuten gewacht. Toen zijn we nog even snel in Flight Force geweest, wat altijd mijn hart vertrapt. Ja, het doet je nog steeds pijn, hè? Het doet me zoveel pijn. Het was dus vroeger de Rock'n'Roller Coaster, die is nu omgebouwd naar Flight Force. En ik vind het niet echt een improvement. Slaat naar, ik weet ook wel dat er veel betere achtbanen zijn. En ik weet ook dat Express dezelfde achtbaan is. Maar voor mij de Rock'n'Roller Coaster is gewoon fantastisch. Het is gewoon jouw baby. Gewoon mijn baby. Maar in de studio's hebben ze ook een nieuwe show. Together, a Pixar Festival. Together? Ja. En die wilden we eigenlijk vet graag zien. Nou, wij in die rij. Niks aan de hand. Dik goede plek hadden wij bemachtigd. Ja, we zaten echt goed. Ja, en die show zou beginnen. En op een gegeven moment waren we al 10 minuten over showtijd. En toen zeiden ze ook, er zijn technical difficulties. Het begint iets later. Prima, denk je dan. Maar je denkt wel alweer van, ach, gaan we weer. En uiteindelijk ging die show dus ook niet
niet door. Nee. Dus eindstand ben je gewoon eigenlijk je hele ochtend kwijt. Ja. Je hebt eigenlijk niks gedaan. Nee. En zo'n trip naar Disney is niet goedkoop, hè? En je bent gewoon een halve dag kwijt. Ja, het was echt slecht. En wat we dus wel kregen, je moest dus wel zo slim genoeg zijn om dus weer naar de ingang van die show te lopen. Want al die mensen die gewoon wegliepen, die waren gone. Maar ik was inmiddels een beetje chagrijnig geworden. Dus ik dacht, ik ga gewoon tegen een medewerker iets zeggen. Misschien krijgen we dan iets of zo. Ja. Ik dacht, ja, ik ga jullie iets uithalen ook. Ja. Grijp jullie, dacht ik. En toen stond er dus bij de ingang zo'n rij. En dan kon je je naam opschrijven. En dan mocht je dus ook een show die je wilde verder op de dag, kwam je op de lijst. En dan kon je dus ook via de Premier Access ingang naar binnen. Maar je moet dat dus wel doorhebben, want het wordt niet omgeroepen. Nee, dat vind ik inderdaad wel een klein beetje slecht. Je moet wel een beetje zo... Ja, dat het ook weer de verantwoordelijkheid weer bij jou als bezoeker ligt. Ja. Maar wederom hadden we dus eigenlijk weer een soort van vastpasachtig dingetje voor die show. Ja. Maar goed, alsnog, hè, want dat is dan allemaal wel goed geregeld. Maar aan de andere kant, ik ben mijn halve dag kwijt. En normaal had ik in die tijd dus die show wel gezien. Het is alsnog zonde. Wat me dus ook opviel, want toen hadden we dus zeg maar een half uur dat we eigenlijk een beetje moesten doden in het park. En toen viel ons iets op. De studio's, die vragen nu niet eens om die uitbreiding. Die is echt aan het schreeuwen. Het was echt niet druk in Disney toen we er waren. Het was laagseizoen. Overal lange rijen. Het was echt niet normaal. Dat park barstte uit zijn voegen. Echt die uitbreiding. Dat moet zo snel mogelijk af. Dit was echt niet leuk. Verder stond het hele park vol met schuttingen. Er werd zelfs gebouwd, maar ook gewoon echt met piepjes en dingen ja. En toeters. Dat ik dacht, nou, gewoon die ja. Was het asfalt van die weg af aan het bikken daar of zo. Ja. Ik snap, het park is 365 dagen per jaar open. Ja. Het moet gedaan worden. Ja, want we hadden het er ook over. Kijk, in dat hele studiospark hebben ze eigenlijk maar 5 grote attracties. En dat is gewoon te weinig voor een pretpark eigenlijk. En de helft valt de hele tijd uit. En als er dan inderdaad ook nog storingen zijn en je show werkt niet, dan heb je gewoon allemaal mensen die allemaal door elkaar heen lopen. In een park vol schuttingen. En het is gewoon geen fijne experience eigenlijk. Nee. Ja, en we weten natuurlijk dat ze zijn ermee bezig. Maar het moet sneller. Het moet kan echt niet. Af. Want dit kan op deze niet. Manier, dit is echt niet best. Toen mochten we dus met de Premier Access in die show. Oh mijn god, ik was echt van mijn stoel geblazen. Het was zo leuk. Zoveel elementen erin. Er zitten zoveel Pixar-characters in. En ze maken heel erg goed gebruik van techniek. En op een gegeven moment weet je niet meer wat nou scherm is. Of wat nou een nee. Echt poppetje. Ja, ik vond het, zeg maar, normaal denk ik schermen een beetje makkelijk ervan afgemaakt. Schermen kunnen het inderdaad versterken. Maar je moet niet te veel leunen op ja. Schermen. En dat hadden ze hier eigenlijk perfect. Ja, het was een goede balans. Ja, en eigenlijk na die show was ik weer helemaal genezen. Ja, onze dag was gered. Ja, eigenlijk wel. Ja, de show was zo fantastisch ja. Dat we... Dat we weer helemaal vol met positiviteit zaten en dachten, we zijn in Disney, wat zijn we blij. Ja. En dan is er eigenlijk nog één attractie die in de studio staat, die we natuurlijk niet kunnen overslaan. Ja. En dat is de Tower of Terror. Toch wel, misschien wel een van de leukste attracties van het hele resort. Misschien zelfs wel een van de leukste attracties van heel Europa. Ik heb het gezegd. Je hebt het gezegd. Wow, het begint al in de wachtrij. En die muziek. Die voorshow, het onheilspellende. Moeten we uitleggen wat het is trouwens? Zal ik het even doen? Bij deze, ja. Het is een soort droptoren, maar dan anders. En je zit in een lift, alsof je in een lift zit die valt. Het is dus een beetje het verhaal van de Twilight Zone. Dus volgens mij gaan ze in die lift en worden ze door de bliksem geraakt of zo. En dan vallen ze en dan komen ze in de Twilight Zone met soort ja. Van spoken en enge dingen. Ik heb dus een klein probleempje. Ik ben echt een Tower of Terror lover. De vorige keer had ik het al een beetje, maar nu heb ik het nog meer. Ik mis de oude. Ah. Hij heeft zeg maar een nieuwe... Zijn we aangekomen bij vroeger was alles beter met Meerte? Ja, ah. Eigenlijk wel. In Disney heb ik dat. Oh! En ook dat... al met de rock'n'roller coaster. Dat waar je mij altijd zo op aanspreekt. Waar jij zo'n lolletje om maakt als ik het bij de Efteling doe. Dat heb jij gewoon met Disneyland Parijs. Ik doe het ook. En daarom heb ik speciaal voor jou de intro aangepast. Komt-ie! En dan nu, vroeger was alles beter met Meerte. Spijt me, ik heb het nu pas door. Maar nee, ga los nu, je mag nu. Ja, nou, ik mis de oude Tower of Terror. Want vroeger was er echt opbouw. Je stapte dan in die lift en dan hoorde je iets over de Tower of Terror en de Twilight. Zo'n tutu. Ging ze omhoog. Kwam je zo door die sens, maar je ging elke keer omhoog, omhoog, omhoog. En dan ging je af en toe schudden. Dat je dacht, we gaan vallen, maar oh nee, toch niet nog ver omhoog. Dat je ook dacht van, ik ben nu echt heel hoog en ik ga straks heel ver vallen. En nu is het meer random. Ja, wat ze eigenlijk gedaan hebben in die nieuwe versie, ze hebben het onvoorspelbaar gemaakt wanneer je valt. Ja, want ik wist de oude wel precies uit mijn hoofd. Dan nu heb ik geen idee meer hoe hoog ik zit. En het is ook minder spooky. En zo zie je maar, hè, want dat vind ik toch wel weer heel interessant, dat de programmering van een attractie de helft van de experience is. Het is hetzelfde apparaat, toch kan het zo verschillen. Maar alsnog echt een goede attractie, hoor. Ja, dikke aanrader. Als je het nog nooit hebt meegemaakt, doe het. Ja, er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over... Valt. Oh. Goeie. Nee, er valt natuurlijk veel meer te vertellen over de Disney Studios. Maar dat gaan we nu lekker niet doen. We zijn door de tijd heen. Al met al hebben wij denk ik toch uiteindelijk nog best een redelijke dag gehad. Ondanks de wat stroeve ochtend, ja. Laat ik zo zeggen. En ik ben echt benieuwd hoe het de volgende keer erbij ligt. Ja, laten we hopen dat die uitbreiding snel komt. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete attractie is in de Walt Disney Studios. En welke versie van de Tower of Terror jij leuker vindt. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!